Zaterdag is de 6e editie van Liop Zoetemelk Classic verreden. De route liep door het Groene Hart. Dit is geen toeval. Zaterdag werd namelijk ook het officiële startschot gelost van de maand van het Groene Hart. Vandaag Liop Zoetemelk Classic. Wat gebeurt er allemaal? Ja, een heleboel. Er zijn nu al, ik denk al zo'n 4000 mensen vertrokken. Voor de 150, de 100 en de 75 kilometer. En op dit moment vertrekken de mensen voor de, zeg maar, de recreatieve routes van de 50 en de 25 kilometer. En het is mooi weer, het is een mooie stemming en die mensen gaan er allemaal een hele mooie dag van maken. En ik ook. Joop Zoetemelk Classic is niet alleen fietsen, het is ook de start van de Groene Week of de Groene Hartmaand. Wat gaat er allemaal in gebeuren? Ja. De startevenement van de Maand van het Groene Hart, dat is die Joop Zoetemelk Classic. En zojuist hebben burgemeester Lentverink, de burgemeester van Leiden, en gedeputeerde Han Weber daarvoor het startschot gegeven. En de Maand van het Groene Hart, dat is een maand vol met evenementen en allerlei dingen in het Groene Hart om de recreatieve waarde van het Groene Hart onder de aandacht te brengen. En dat doet de Joop Zoetemelk Classic ook, want die routes die gaan over de langs de mooiste routes en plekjes in het Groene Hart. En die Joop Zoetemelk Classic is eigenlijk ook bedoeld om het Groene Hart onder de aandacht van de mensen te brengen. Meneer Lemver, ging vandaag zelf niet fietsen? Nee, ja, ik heb wel gefietst hier naartoe en ik ga vanmiddag nog wel even fietsen. En morgen misschien ook nog wel, vind ik hartstikke leuk. Maar ik doe hier niet aan mee, ik heb ook nog veel andere dingen te doen vandaag. Gaat om het Groene Hart, belangrijk? Ja, ik vind het Groene Hart geweldig. Het is echt belangrijk uit zichzelf. Het is een prachtig landschap als je er doorheen fietst. Maar het is ook belangrijk voor de stad. De stedeling die heeft in zijn eigen omgeving al niet zo geweldig veel om te recreëren. En dan is datgene wat in de omgeving is extra belangrijk. En het Groene Hart is werkelijk fantastisch. Enerzijds om er doorheen te fietsen, te wandelen. Maar ook omdat er fantastische producten vandaan komen waar we eigenlijk hartstikke trots op moeten zijn. Nou, net een prachtig pleidooi van de heer Lemverink voor het Groene Hart. Kunt u daar overheen? Geen idee wat de heer Lemverink precies zei, maar het Groene Hart, daar word je vanzelf enthousiast aan. Ja, want wat is er zo mooi aan het Groene Hart? Nou, het is echt een heel mooi, bijzonder open veenweidegebied. Uniek in Europa zo ondertussen. Uniek omdat het zo vlak bij die stad ligt. Uniek omdat het prachtige producten biedt die we allemaal kunnen en wel willen gebruiken. Kaas, om maar wat te noemen. Er wordt ijs gemaakt. Kortom, er is heel veel te zien, te beleven en te genieten in het Groene Hart. Nou, dit legt weer eens de nadruk op het feit dat het Groene Hart er is en dat het zo belangrijk voor ons is. Maar er zitten ook heel veel leuke dingen in. Er zijn leuke plekken waar je thee kunt drinken, waar je gebakken bij kunt nemen tijdens datgene wat je doet op zo'n dag. Je kunt ijs eten bij de boer. Er zijn zoveel plekken waar het aardig is in het Groene Hart. En het is leuk dat daar nog weer eens de nadruk op gelegd wordt. Dat je niet altijd naar het buitenland hoeft, dat het hier ook geweldig leuk is. We kunnen altijd genieten van het Groene Hart. Je kan altijd genieten van het Groene Hart. In de winter doe je het op de schaats. In de zomer ben je op de fiets of wandelend. En is dat allemaal moeilijk, kan je ook her en der nog best op hele mooie plekjes met de auto komen.